staan hier bij dat Garrelsorgel. De kerk is gebombardeerd ook in de oorlog. Is dat orgel toen erg beschadigd? Nou, het orgel was niet zozeer beschadigd. Maar er waren stukken van het dak af, dat orgel dat stond in weer en wind. En dat is natuurlijk slecht voor een orgel. Het is uit 1729, meen ik? 1730. 1730. Als u nou dit orgel zou karakteriseren, hoe luidt dat dan, die karakterisering? Een beetje Noord-Duits is het, hè? Ja, maar dat zegt mij niks. Snitzer kwam uit de Noord-Duitse school. En Garros kwam uit de Noord-Duitse school. Hij was knecht bij Snitker. En Snitker was een van de grootste bouwers die er ooit geleefd hebben. Maar wat maakt een orgel zoals dit nou zo bijzonder? Want Garros heeft meer orgels gebouwd. Hij kreeg gewoon een opdracht van de kerkraad. Hij bouwde een orgel. Maar waardoor is het nou zo bijzonder en waardoor heeft het een eigen karakter? Ja, ik vermoed ook door de omvang. Het is natuurlijk een groot orgel. Hij heeft verder niet zulke grote orgels gemaakt. Het enige tamelijk grote wat hij nog gemaakt heeft, dat staat in Purmerend. Maar dat vind ik qua inhoud vind ik stukken minder als dit, hoor. Hoe komt het nou? Ja, de samenstelling natuurlijk. En dan moeten we ook niet vergeten, er is natuurlijk in de loop van de jaren heel wat aan gedokterd. Want zelf geloof ik namelijk niet in dat die orgels vroeger zo verschrikkelijk mooi zijn geweest. Daar geloof ik niet in. Dat kan namelijk niet, want die orgelbouwers die beheersen die techniek van die windverdeling niet. Dat beheersen ze absoluut niet, dat is bekend. Muzikaal konden ze die orgels natuurlijk wel aan, heel goed zelfs. Maar dan kwam je in het technische punt en dat was vooral de wind. En daar waren de moeilijkheden. En dat is in de loop van de jaren is dat allemaal veranderd, is verbeterd. Maar nu krijgen we weer het krankzinnig idee dat sommige adviseurs die willen graag weer terug naar die oorspronkelijke toestanden. Dat zo'n ding staat te hijgen en dat die geen voldoende wind krijgt. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik kan er gewoon niet tegen, mensen. Ik hou er niet van. Jan Zwart heeft van dit orgel gezegd, het is een deftig orgel. Ja, het is het ook. Ja, het is een deftig orgel. Hij heeft hier gespeeld in 1932. Toen bestond het orgel 200 jaar. En toen vond hij het een deftig orgel. Een deftige klank. Dat heeft het ook. Dus ik vind van wel. Ja, ik geloof u op uw woord. Ja. Jan Zwart was hier ook organist? Nee, hij was hier niet organist. Hij was organist in Amsterdam. In de hersteld evangelische kerk. Maar hij heeft hier gespeeld toen met de 200-jarige bestaan van dit orgel. Toen heeft de kerk van de heeft hem uitgenodigd om hier te spelen. Ja, dan zijn we eigenlijk als vanzelf gekomen op uw grote leermeester, hè? Ja, groot is die, ja. Nog steeds. Ja, onvergetelijke man. In hoeverre beïnvloedt nou de leermeester zijn leerling bij organisten? In hoeverre heeft een leerling toch nog zijn eigen karakter? Dat vind ik een moeilijke vraag, hoor. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Want ik heb jarenlang heb ik echt onder de invloed van Jan Zwart gestaan. Helemaal. Zijn hele doen en laten op orgelspelterrein heb ik als het ware ingedronken. Ik heb het ingesopen, kan je wel zeggen. En dat werd wel zo erg dat ik hem eigenlijk na ging doen. Hè. In zijn manier van spelen, zijn manier van registreren. Alles, kortom, alles deed ik erna. In mijn jonge jaren vond ik dat prachtig, maar toen ik ouder werd en Zwart dood was, toen voelde ik toch wel erg dat ik ergens op een dood punt zat. Ik denk, ja, het is natuurlijk wel leuk wat je doet, maar eigen persoonlijkheid is er niet bij. En dat heeft wel veel moeite gekost om me gedeeltelijk los te maken. Gedeeltelijk los te maken, helemaal losmaken van die figuur kan je niet. Ik tenminste niet.
Nou, zei u net al, u heeft een hele ontwikkeling eigenlijk meegemaakt als organist. Als u nou terugkijkt, welk moment, welke leeftijd zo ongeveer, kunt u nu zeggen dat u voor uw gevoel, ja, was? Of kan ik dat helemaal niet stellen, die vraag? Wat? Als organist, dat u zegt van ja, toen had ik een beetje mijn eigen positie verworven, wist ik wat ik zelf wilde als organist. Nou, ik denk dat dat toch wel zo'n jaar of 15, 20 jaar terug is hoor. Ja, ja, toen ik eindelijk, wat ze dan noemen, een zelfpersoonlijkheid, dat je een eigen manier van spelen krijgt, een eigen manier van regisseren, een eigen manier van interpreteren. Nou, dat is zeker 20 jaar, 15, 20 jaar geleden. Ja. Nou bent u bent een beroemd organist, nog steeds in Nederland, gelukkig. Jawel, zeg ik. Bekend ook. Ja. Er is ook vrij veel kritiek op u geweest als organist, zoals op alle organisten, denk ik. Zoals gezegd dat u wat slordig zou spelen, niet zo stijlvast. U mag meteen reageren, want u ziet al... Er zit misschien wel iets van waarheid in. Kijk, als je jong bent, dan heb je echt je wilde haren. En de wilde haren... Die kunnen wel eens kwaad doen. Ik ben toch blij dat ik ze gehad heb. Hè. Die enorme musiceerdrift. Ja. Die heb ik gelukkig nog, maar het is meer beheerst. Vroeger een spat en ik had het uit elkaar. Maar dat heb ik niet meer. Het zit nou van binnen. Maar dat vreet je ook op hoor. Pas op. Er is eigenlijk bij organisten een groep gekomen met een nieuwe stijl. Wat academischer zou je misschien kunnen zeggen. Zet dat door of ziet u ook alweer een terugkeer naar de romantiek zoals je ook op veel andere gebied ziet? Ja, terug naar de romantiek is er in ieder geval. En dat werd ook eens een keer tijd, want dat was de laatste tijd. Was niks anders dan barok en nog eens barok is. Maar alsof er niks anders gegeven is. Kijk, ik ben gek op Bach, dat mag je rust weten. En sommige stukken van Boekzoet en Verzwijling mag ik ook graag horen. Maar ik hoor ook graag een prachtige symfonie van Widor of van Bruckner, of noem ze maar op. Het gaat mij om de muziek, het gaat mij niet zozeer om die stijlperiodes. Ik wil muziek horen en ik wil muziek brengen. Als u thuis zit en u zet een plaat op, wat kiest u uit? Niks. Heeft u geen muziek thuis? Ik zet geen plaat aan. Nee. Nee, echt niet. En uw voorkeur nou buiten de orgelmuziek, hè? Dat is orkest. Ja. Orkestmuziek, ja. Bent u ook veel mee bezig geweest, hè? Daar ben ik veel mee, ja. En eigenlijk nog wel. 'S Nachts doe ik het nog wel eens. Partituren te lezen. Dat is erg leerzaam. Tussen 2 en 6 las ik eens ergens. Ja, werkt u? Dat, ja, nou die tijd is eigenlijk voorbij zo laat. Ja, ik heb een tijd gehad dat ik zo laat naar bed ging. Maar tegenwoordig houdt het bij 2, 3 uur op hoor. Dan stopt het wel. U bent in de 70. Ja, plannen met pensioen te gaan? Ja, pensioen dat gaat. Dat kan ik niet. Hoe zou ik met pensioen moeten gaan? En dit dan? Moet toch spelen?